Hij was kunstenaar van het jaar in 2012. Bij deze kunstenaar smelten sieraden en kunst bijna letterlijk samen. Zijn werk verlaat het conventionele denken over juwelen en geeft het woord sieraad een nieuwe dimensie. Alles wat je maakt heeft je eigen geschiedenis en je eigen verhaal. Het gaat over liefde, het gaat over mensen die dus een probleem hebben met hun stofwisseling. Dus ik probeer hem toch een beetje zacht aardig te maken. Ik heb hem wit geschilderd en nu ga ik dus bepaalde delen bladgoud vergulden. En dat zijn dus echt de delen van de hond, zoals een mond, een oog, een poot die die geeft, de staart die kwispelt. En natuurlijk als de beste energizer zijn geslachtsdeel. Ja, de medische industrie oogt als een oplossing voor problemen, maar het is uiteindelijk gewoon een geldkwestie. En als er maar 1000 patiënten zijn in Nederland, dan heeft de fabrikant van nou, daar verdien ik niks aan. We verdienen miljarden aan insulinepatiënten. Dan vind ik dat ook de medische wereld een gebaar mag maken en bepaalde mensen met uitzonderlijke ziekten, dat ze daar dan gewoon geld in stoppen waar ze niks aan verdienen. Dus bij deze medische wereld laat je mooie kanten zien vandaag.